De lekkerste ambachtelijke camembert koop je bij de Ecoboer. Kaas uit de supermarkt is die komt bij jou niet op tafel. Nee, ja, dat is heel vlak van smaak. Slapen kan je in een zachte, ronde Gaudi-boot in hartje Arnhem. Maar was je altijd al een bed and breakfast van plan? Nee, helemaal niet. Ik ben er ook per ongeluk in terechtgekomen. En wil je leren om clown te worden? Dan moet je heel veel oefenen. Gooi, klap, klap, vang. Ergens in klap, klap. Gooi, klap, klap, vang. Ja, heel goed, heel goed. Je gaat een dag fietsen en dan plan je precies die dag dat het dit weer is. Maar ja, niet getreurd, want gelukkig kan je ook naar plekken waar je een beetje kan schuilen. Hier vlakbij, ik zit in Doornenburg. Lekker stil, Doornenburg. Daar ga ik eerst maar eens even heen. Want ik blijf fietsen een beetje in deze puntelingen waard tussen de Rijn en de Waal. Doornenburg. Eerst maar eens even naar het kasteel. Veel over gehoord, nog nooit geweest. En dan wil ik daarna langs het Pannendenskanaal. En dan kom ik bij het beroemde Fort Pannenden. Waar ooit die krakers zaten, weet je nog? Dat is daar, precies op die landtong. En dan fiets ik terug. Hier het pontje, want het is rondje pontje vandaag. Pannenden. Hup, hier het pontje naar Millingen aan de Rijn. En dan fiets ik zo naar de Waal. Want daar is de Millingen theetuin. En dan fiets ik daar nog wel weer. Nou, de Ooipolder in. Stil Doornenburg. Wauw, wat je noemt, sprookjeskasteel. Zo, dat is een degelijk deurtje. Hey Ruud. Hey, goedemorgen. Ik stond al op me te wachten. Hallo. Hallo. Welkom op kasteel Doornenburg, zou ik zeggen. Nou, dat kan wel zeggen. In onze ontvangstruimte. Hier kwam je ook echt binnen vroeger. Ja. Nou ja, dus heel in het begin was dit gewoon nog een open ruimte met alleen een muur eromheen. En na de rand, toen het kasteel verder uitgebouwd werd, is dit gewoon bij het kasteel betrokken. Maar in het begin was dat niet zo. En begin is, wanneer? Ja, zo 1295. Dan hoorden we voor het eerst van een ridder van Doornik, maar al veel eerder. Was er een soort burcht, een verhoogde burcht. Beetje hout. Met er houten palissaden eromheen en doornstruiken eromheen. Vandaar Doornenburg, hè? Wat grappig. De ridderzaal. Ja. Ja, zo noemen we het nu, hè. In die tijd heette het gewoon de zaal. En we hebben er later de naam de ridderzaal van gemaakt. Ja, en hier was het grote gebeuren. Hier werden echt feesten gegeven. En ja, vooral de ridders in die tijd, die wilden vooral laten zien hoe rijk ze waren. Het was wel zo dat ze niet altijd iedereen vertrouwde die op zo'n feest kwam. Dan werd zijn geld, zijn centen, de sieraden van zijn vrouw, die werden dan in een stoel gestopt. Het lijkt wel een wc. Ja, dat lijkt een wc, maar dat is het dus niet. Dat denken heel veel mensen. Maar ik zei al, in die tijd, ze vertrouwden niet iedereen. En dan dus het geld en de sieraden van zijn vrouw werden in die stoel gestopt. En dan ging hij er tijdens het feest op zitten, want er kon er niemand aankomen. En daar komt nog steeds die uitdrukking vandaan van op je centen zitten. Letterlijk? Letterlijk. Als een kip op de eieren. Ja, precies. Ja. Gaan we even boven kijken naar iets heel bijzonders. Heel bijzonder? Ja, 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 ja. Een magische zegel. Magische zegel? Ja. Dit is een zegel wat hier gevonden is op het kasteel. Het heet het zegel van God. Ze werden vooral gebruikt om goddelijke krachten op te roepen, hulp van engelen en dergelijke. Of dat de ontvanger goddelijke kracht kreeg hier op aarde. Nou, heel bijzonder is eigenlijk dat het een zegel is, dus niet van papier. Maar deze is voor een groot gedeelte van lood, waarschijnlijk met wat ijzer er doorheen. En daar zijn wel die tekeningen allemaal ingekrast, ingetekend. Ze zijn van de BBC hier geweest en die hadden zoiets van, ja, maar dan moet je toch beveiligen en verzekeren en dat mag je niet zomaar tentoonstellen. Is dat zo bijzonder? Ja, het is echt een heel uniek zegel. Ja, het is het enige ter wereld. En vooral omdat het dus van metaal is, hè, de enige bekende waarde voor op papier. Nou Ruud, dankjewel. Ja, graag gedaan. Zegel van God. Wat zou er achterop gestaan hebben? Nee.
Kasper. En ik ben Nora. Ik ben 10 jaar. En ik ben 11 jaar. Mijn grootste hobby's zijn voetballen. Ook voetballen. Kletsen. Ook kletsen. En natuurlijk met de Lego spelen. En lol maken. Dus jij bent een lolbroek? Ja. Nou, dat komt mooi uit dan. Dan. Want vandaag gaan we een workshop volgen als circusartiest. Leuk! Nou, goed dat jullie er allemaal zijn. Hartstikke leuk. We zijn er helemaal klaar voor. Ik tenminste wel. Een beetje het verloop van de workshop wat we gaan doen. We gaan eigenlijk van alles kort proberen. Mag je dan straks op het einde iets kiezen voor in de voorstelling? Ja, want straks komen jullie vader en moeder komen dan kijken. Stel je eigenlijk een vierkantje voor en je mikt op de hoeken. En je krijgt weer een gooi, gooi, vang, vang. Nee, maar dat kan ook niet. Ja. En het idee is om hem altijd weer met de andere hand te vangen als je hem opgooit. Gooi, klap, klap, vang. Gooi, klap, klap, vang. De appels zit klap, klap. Gooi, klap, klap, vang. Ja, heel goed, heel goed. En nog een keertje? Bijna. Waarom geeft u workshops om circus acten te oefenen? Nou, omdat ik het zelf heel leuk vind om te doen. En ik heb het zelf ook ooit geleerd. En ja, dat is toen een beetje uit de hand gelopen dat het mijn werk is geworden. En nou, dan vind ik het ook heel leuk om het anderen te leren. 1, 2, 3. En dan laten we deze los en dan gaan we even zwaaien. Ja. Dan zet je hem op je vinger. Of je kan hem op je kin zetten en dan zeg je oink, 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 oink. Oh. Nou, goed. Oh, kijk, 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 jongens. Kan ik ook. Doe je echt zo gek thuis? Want lijkt... Ja, soms wel. Ik denk... Want als je zo naar je kijkt, dan lijkt een vrouw niet zo'n type die zo in huis gaat. Yay! Nee, daar heb je ook wel een beetje gelijk in. Maar ik denk als je mijn leraar vroeger van school zou vragen, dan moeten ze denk ik wel lachen als ze horen dat ik nou soms clown ben. En als die dan draait, kan je hem ook opgooien of op je vinger zetten. Dus kijken of de kinderen straks een mooie circusvoorstelling kunnen geven. Applaus voor jullie zelf. Ik ben John Arink. Ik heb hier samen met mijn gezin, mijn 4 kinderen, hebben we een biologische boerderij. Dat hebben we al zo'n 35 jaar ongeveer. We geven de koeien een zo goed mogelijk leven. Hè? Dat betekent in de zomerdag krijgen ze hier volop weidegang. De koeien lopen bijna 9 maanden in het jaar lopen ze buiten. De melkkoeien, maar ook het jongvee. In biologisch landbouw betekent ook dat varkens mogen vroeten, kippen mogen scharrelen enzovoort. We proberen het diereigen gedrag, dat proberen we ze te laten vertonen. Heb je nou ook een band met je koeien? We hebben wel eens koeien gehad die 19 jaar oud werden. Dat betekent dus dat je 365, 700 keer per jaar maal 17 jaar die koe gemolken hebt. Nou ja, dat schept uiteraard een hele grote band. En hoe is dat dan om na 19 jaar de koe weg te doen? Pijn, maar dat is altijd wel bij een melkkoe of bij een dier dat je naar de slag brengt. Dat is het minst prettige van het hele boeren. Ik vind als je een koe of een kalf of een varken met respect een leven hebt laten leiden, keur ik het ook goed dat we op het eind dat dier opeten. Wat gebeurt er nou met deze melk? Op het moment gaat die naar de kaasstoppen boven in de stal. En dan maakt Hermine, onze kaasmaakster, die maakt er heerlijke camembertjes van. Rauwmelkse camembert. Kaas uit de supermarkt is, die komt bij jou niet tot tafel. Nee, zeker niet omdat die biologisch is. Ja, dat is heel vlak van smaak, dat is allemaal uniform. En dit is heel bijzondere kaas, omdat het elk seizoen ook verschillend kan zijn. Doordat straks de koeien weer naar buiten gaan, ja, dan verandert de melk weer. Ja, het is een heel ambachtelijk product. Ik moet heel goed opletten van wanneer wat gebeurt, hoe het uitwerkt in de melk. Op de boerderij kunnen mensen binnenkort ook biologisch slapen. Hoe dat kan, dat ziet u straks. Ja.
midden in Arnhem kun je slapen in een oase van rust. Op een bijzondere woonboot. Wat een mooie vlaggetjes. Hi, ik ben Ariane. Hi, ik ben Sil. Hi, ik ben Bas. Hallo. Welkom, ja. Bas. Wat een mooie boot. Ja, dat vind ik zelf ook. Ja, bijzonder. Nou, naar binnen. Het is wel meteen even binnenkomen in een hele andere sfeer, Sil. Ja, ik ben eraan gewend natuurlijk. Het is Gaudi. Ja, maar niet omdat we bedacht hadden van dat dat zo zou worden. Ik hou van natuurlijke materialen, mijn man gelukkig ook. En het is superleuk om daarmee te werken. En het maakt ook de mogelijkheid om allerlei rondingen te doen. Want moet je dat uit hout maken, dat is veel lastiger. En op een gegeven moment kwam er een artikeltje in de krant van waar wil je wonen. Wil je in een drijvende sauna of in Gaudi aan de Rijn? En dat waren wij. Gaudi aan de Rijn. Gaudi aan de Rijn. Dus toen wij een bed en breakfast begonnen, toen was het eigenlijk best een heel leuk idee om dat te gebruiken. Ja, zeker weten. Het springt er meteen uit. Ja, en het is zeker een hele mooie inspiratiebron. En hoe is het begonnen? Kan je ergens in de plek aangeven van oh, die muur of dat? Of... Nou, begonnen is het eigenlijk met de badkamer. Nou, hier is die. Oh ja, het is echt van die heerlijke ronde vormen. Oh ja, dus je kan in bad zitten en dan gewoon lekker naar de scheepjes kijken. Ja. Nou, dit is wel echt Gaudi voor mijn gevoel. Oh, leuk dat je dat zegt. Het is polyester, dus een soort van dat harde schuimrubber zit eronder, wat we in vormen eigenlijk gesneden hebben. En het was het eerste wat we deden, dus achteraf denken we nu van, oh, we hadden dit nog anders moeten doen of dat nog anders. Zo, het is jammer dat je alles voor een eerste keer moet doen en een tweede keer eigenlijk het beter zou kunnen doen. Ja, dat is met meer dingen zo. Ja, dat is eigenlijk met bijna alles zo. Ja. En dit is de koepelkamer. Koepelkamer. Kijk, muziek. Ja, nou, dat is prachtig dit. Ja. Ja. Dat heb je zelf gedaan zo? Ja. Ja. Mensen komen ook echt met boeken van Gaudi aandragen. Ik vind het leuk voor jullie bed en breakfast, zeggen ze dan. Mm-hmm. Vertel, en dit is jullie domein? Dit is ons domein. Oh, nog even een sneak preview. Oh, dat moet je even doen, ja. Dat is zo ongelooflijk mooi s'avonds. Dan zitten jullie hier gewoon lekker op de bank een beetje naar de vallende hemel te kijken. Ja. Het is een Teletubbyheuvel, maar het is een fort. Fortpannen. Wat een beesten. Gezellig. Duitse zonen. Hey. Hey, hallo. Ja. Ik was al binnen. Hi. Ja. Hallo, ik ben Bas. Nou, welkom in Fort Pannerden. Ja, dus de laatste keer dat ik hier was, was het echt een krakersbende nog. Het is wel een beetje veranderd, hè? Ja, hele spannende tijd. En voor ons wel belangrijk, want ze hebben Fort Pannerden wel bekendgemaakt in Nederland. Oh, dus de PR van de krakers was wel oké. Dat was prima, hoor. Ja. Oh, ja. En dit is van boven? Nou, zo ziet het fort er wel uit, maar je hebt net die hele lange weg afgelegd naar het fort. En dan ligt er dan een enorme berg zand. Oh, dus voor heel veel mensen die hier aankomen lopen, is het een complete verrassing dat er hier een bouwwerk van wel 5 verdiepingen ligt. Dat hoort ook, want eigenlijk een fort moet je eigenlijk niet zien van de verte, want daar zitten kanonnen in. En die moeten jou kunnen overvallen met een geweldig schot natuurlijk. Daar is over nagedacht. Fort Pannerden strijdt al 150 jaar met de elementen. Dat betekent dat je een schat aan verhalen te weten komt over het leven van de soldaten hier. Maar ook over het fort, hoe het eruit ziet, waarom er rare geluiden is, waarom er spinnen rondlopen, water op de vloer staat. Wat heb je eigenlijk met die soldaten die hier zaten? Ja, ik vind het een geweldig verhaal. Ja, die mannen zaten hier natuurlijk niet voor een lol, die moesten. Hangmatje. Kijk, hier is een hangmat. En je moet je voorstellen eigenlijk dat het pijl hier in die fortgracht, het water kon heel hoog staan, want je zit hier midden tussen de rivieren. Wat bij soldaten gebeurde, dat ze soms wel eens met een achterste in het water gingen. En dan moesten ze razendsnel naar boven en daar hun hangmat ophangen. Wat een omstandigheden, zeg. Hier zie je dus al die mannen terug op foto's die hier gelegerd waren. Mariniers, mannen die hier een lage rang hadden. Maar ook mannen die hier sliepen in bedden. Want als je een beetje rang had, dan
Ja, we laten eigenlijk hier van alles zien over het leven van die kerels hier. We hadden hier een mevrouw die zei ook... Ja, mijn vader die schijnt hier gelegen te zijn geweest, maar hij vertelde er nooit over. En nu zie ik al die mannen en al die verhalen en die zakboekjes. En dan kom ik ineens iets over mijn eigen vader te weten. Ja. Ja. Nou, dan is dat toch een mooie rol. Als we zeker weten. Dit is de bedoeling dat het een van de nieuwe grote attracties wordt voor onze provincie? Ja, kijk, zo'n plek als deze moet je kijken met die landpunt. Je kijkt eindeloos de Rijn op. Je kunt heel ver zien. Maar als je zo ronddraait, dan zie je Nijmegen liggen. Daar zie je een middeleeuws kasteel liggen. Zie je ja, dat? Dat lijkt niet zeker. Daar kom ik net vandaan gefietst. Kasteel Doornenburg? Doornenburg, ja. Dit heb ik gefietst. Wat een mooie plek. Ja, dus je bent hier heel dicht bij Arnhem en Nijmegen, maar toch compleet buiten. Nou, ik vond het prachtig. Jij komt net van Fort Pannerden. Ja. Maar het is geen Pannerden. Nee, dit is Doornenburg. Ja. Het fort Pannerden aan de andere kant van water. Ja. Noemen ze van een panden, maar ik ging... Ik heb er nooit over nagedacht. En goed, kijk, er is water tussen. Ik ken nooit van Pannerden. Het is gewoon Doornenburg. Er moet een andere naam op. Fort Doornenburg. Goed zo. Dat bedoel ik. Elkaar. Ja. Tja, de wijsheid ligt soms gewoon op straat. Ja. Je zou soms denken, er zitten magneten in. Maar dat is niet zo, er hangen ook geen touwtjes aan. Waarom de naam Kiko als clown? Waarom Kiko? Dat was er opeens, Kiko. En... Heeft u het van Kliko? Nou, ik eet wel alles. Zie dan toch. Wat een dun draadje en hier. Hoppa. Hachi. Wordt u wel eens achtervolgd door de baron? Die komt hier uit Bassie? Ja. Nee. Wat zeg je? Wat zeg je? Ze hebben er heel hard op geoefend. Gisteren waren ze nog in Afrika, eergisteren in China, maar speciaal vandaag voor u vandaag in Nijkerk. En ze gaan een hele goede show laten zien. Wat doet het met kinderen als u workshop geeft? Oh, een leuke vraag. Ja, heel verschillend. Sommige kinderen vinden het gewoon heel leuk. En of iets nieuws proberen. En sommigen moeten eventjes leren dat ze moeten doorzetten. En niet gelijk van, dat kan ik niet, dat lukt niet. Want je moet alle trucs wel goed oefenen. Want anders in het begin lukt het niet. Maar het leuke is ook, als je dan geoefend hebt, kan je iets wat anderen niet kunnen. En dat was niet zo geweest als het gelijk gelukt was. Cijfer voor dit uitje? 9. 8. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nee, 8. Oké, doe nu nog eens één circus act. Ja, maar we hebben geen... Ja, nee! Hey, Henry. Hallo. Je hoeft zelf niet naar de supermarkt toe? Nee, nooit. Dat is echt een gemak van dat je zelf een winkel hebt. Je hoeft nooit, misschien voor de tandpasta en voor de zeep gaat Lianne wel eens naar de winkel. Maar voor de rest hebben we alles zelf in huis, ja. Fleske rode wijn, de beven, verland. Prima. Ja, dat was het wel. Zo was het? Ja. Nou, vertellen we het even op. We staan hier in het in aanbouw zijnde biotel, opgebouwd uit een houtskelet, roggestro en leem. We hebben een biologische boerderij en daar produceren we natuurlijk biologisch voedsel, melk, vlees enzovoort. We verkopen het ook, we hebben een boerderijwinkel.
Nou ja, en wat er dan goed bij past, is dat mensen dat ook hier gaan nuttigen in dit, onder andere dit restaurant. En dat mensen hier dan ook kunnen overnachten en daarbij de biologische boerderij kunnen beleven. Ja, dat past daar perfect bij natuurlijk. En er zitten ongeveer, precies 1051 balen stro in dit hele gebouw. Dat is ongeveer ruim 3 hectare stro is erin verwerkt. Die isoleert ongeveer 2 keer zo goed als een normale spouwmuur. Zonder dat er kunststof of pur aan te pas komt, heb je een heel comfortabel gebouw. Waar je prima in kunt leven of een restaurant in kunt hebben of in kunt overnachten. Ga zo maar door. Wat een super uitzicht. Ja. En nu is het nog niet eens groen, moet je nagaan. Alsof je slaat in een hooiberg. Is het ook, hè? Het is een voormalige hooiberg. De masten staan er nog. De kap is nog van de hooiberg. En ja, dat stro symboliseert ook mooi de vorige functie die het had. Als het hier nou klaar is, ga je dan hier als eerste overnachten samen met je vrouw? Nee, we hebben als eerste de timmerman gevraagd. Want die heeft zich het vuur uit de sloffen gelopen hier. En als er één is die met veel toewijding aan dit gebouw gewerkt heeft, is hij het wel. En hij mag als eerste met zijn vriendin hier overnachten. Maar was je altijd al een bed and breakfast van plan? Nee, helemaal niet. Ik ben er ook per ongeluk in terechtgekomen. Er was een vriendin van mij, die had een bed and breakfast, een stukje verderop. En die had op een gegeven moment gasten te veel. En ze zei, goh Sil, jullie hebben dat grote huis. Kun je niet een paar gasten van mij kwijt? En toen dacht ik, ach, waarom niet? Is ook wel leuk. En toen op een gegeven moment dacht ik, ja, maar ik vind dit dus echt leuk. Ik ga dat gewoon doen. Stelletje herrieschoppers, hè? Kijk hier dan. Fut. Ja, die is ook weer gegeten, de fut. Ja. Dat zijn kuifje zo goed blijft zitten met al het... Ja. Prachtig, hè? Heel veel gel erin gedaan. Je kan hier gewoon zitten en dan genieten, hè? Ja, dat is echt super. Op 10 minuten lopen van de boot is het bruisende hart van Arnhem. Ja, we gaan het even proberen. Dit is eigenlijk een ontbijtbar, hè? Klopt. Ja. Ja, mooi zo. Ja, jij ook? Ja, heerlijk. Alleen vanmorgen vroeg in de ganzen en de eenden, hoor die is. Ja, die hoor ik wel, ja. Het is echt voorjaar. Je hebt zelf de kachel aangemaakt. Ja, maar het is best koud vanmorgen. Dus dat is lekker als die kou er even uit is. Ja. 9,2, dat is wel een hoog cijfer. Ja, vind ik zelf ook. Voor een bootje op de Rijn. Ja, maar mensen voelen zich hier thuis. En dat is prettig om te horen ook. Ja, dat is ook wel leuk. Leuk natuurlijk om smakelijk eten. Ook te kijken van hoe je de mensen naar de zin kunt maken. Zo ontbijten ook, dan denk ik van ja, hoe wil ik graag op zondagochtend ontbijten? Heel erg bedankt. Jullie ook hartstikke bedankt. Ik vond het heel gezellig. Kom terug, hè, zou ik zeggen. Hey, hele fijne dag. Doeg. 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 Bent u op reis? Nee, fine. You're English? English, yeah. Yes. Well, you're on a journey through Holland? To Istanbul. To Istanbul? Yeah. How did you know about this place? This place? It's in the guidebook. In the guidebook? Yeah. This little ferry? Yeah. How charming.
Were you waiting for a long time for this one? 40 minutes. 40 minutes? Yeah. Well, maybe that's better than arriving in a hurry. Thank you. Thank you. Ask to leave. Why Istanbul? No idea. No idea. I had the idea 7 years ago. Just the idea of going to Istanbul? Yeah, well, I wanted to follow the Danube River. Yeah? So I'm following the Rhine and then the Danube after that. And going to Istanbul, that just pops up like an idea 7 years ago? Yeah, at university. And finally I'm doing it. Finally? Yeah? Saving money, taking time? 2 months off for work, yeah. Yeah. The voyage is your destination? Yeah. That's pretty much it. Yeah. I'm going to be in Istanbul for like 2 days, maybe. And I'll fly home. You fly home? Yeah. Well, unless I love it and I'll cycle back as well. Yeah. Well, it's adventure anyway. Yeah. And there's your tent and your equipment. Yeah, it's on. That's all? Tent, sleeping bag. One underpants, one pair of trousers, one socks. Pretty much, yes. Yeah? I don't have no stove, nothing to cook. Oh, you're going the hard way? Yeah, well, I'll just go to restaurants and cafes occasionally. Oh, okay. That makes hard way. That makes it more comfortable. Yeah. Well, I can buy you a cup of coffee over there if you want to. Or you just want to go on your trip? I've got tons of time. Yeah? Yeah, well, sure. Okay. Dag Veerman. Dames voor. Het kan glad zijn, denk ik, hè? Dan ben je als eerste beneden, ja. Dankjewel. Het is beter, hè? Well, at least you're dry now. Yeah. And find a place to sleep for tonight. Hopefully somewhere dry, yes. I don't know. Well, on your trip to Istanbul. Thank you. Toasting with coffee, well. Next time, champagne. Strange. Daar is de Waal. Dan is dit hier... Ja. De Millinger Theetuin. Dit zou het wel zijn. Klein paradijsje. Je kan naar Istanbul fietsen. Nee, ik ben er al. Dit is toch gewoon Istanbul? Zo. Komt toch nog goed vandaag. Het is een pittig tochtje. Alle omstandigheden meegemaakt. Van Doornenburg naar Istanbul. Eindigen met een kopje thee. Heerlijk. Even bekomen van de reis. Dat was al de les van vandaag, hè? The journey is the destination. De reis is het doel. Ik ben er wel blij dat mijn Istanbul wat dichterbij ligt. Dan laat ik weer droog slapen vanavond. Wijze woorden, Bas. De reis is het doel. Maar dat is toch altijd zo?